optreden kan overal. Vaak gebeurt dat op een podium of op straat, maar het kan natuurlijk ook gewoon in een studentenkamertje. De organisatie van het Stukafest weet daar alles van en programmeert verschillende artiesten in studentenkamers door de hele stad. We zijn hier op de Toernooistraat 2 en dit is een van de 10 studentenkamers waar het Stukafest studentenkamerfestival plaatsvindt. In het kort kun je uitleggen, wat is Stukafest? Stukafest is een festival wat plaatsvindt op 10 studentenkamers waar acts kopen van muziek tot theater, tot poëzie, tot videokunst en literatuur en eigenlijk alle culturele genres komen. En dan kunnen gasten 3 kamers bezoeken op een avond en we eindigen met een eindfeest bij Café Bolle. Ja, en waarom wordt dit zo georganiseerd? Sowieso omdat het leuk is en om ook een beetje de cultuur in Tilburg weer een beetje omhoog te krikken, want dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk. Ja, want het is op dit moment niet op peil? Nou, het mag altijd meer, vind ik. Ook al dat er wordt wegbezuinigd en dit is gewoon een vrijwilligersorganisatie, kunnen we toch een steentje bijdragen. Kamervrijwilliger, wat houdt het in? Je bent ondersteunend voor de avond, dus je scant de kaartjes in, je zorgt ervoor dat het programma goed loopt, dat mensen op tijd vertrekken, dat mensen op tijd binnenkomen en gewoon naar hun zin hebben over het algemeen. Ja. Ja, het was voor jullie binnen de organisatie wel heel mooi om deze plek juist te hebben, niet? Ja, ik denk wel dat je als kamervrijwilliger bij kunt dragen aan de avond, inderdaad aan de sfeer van de avond. Dus ja, mocht de app bijvoorbeeld niet meevallen of tegenvallen, dan kun je alsnog zeggen van hey joh, jammer, maar voor door naar volgende. Of juist, hey, super tof dat je het leuk hebt gehad. Wat vind je er nou van om in zo'n studentenkamer op te treden? Oh, hartstikke leuk. Ik vind het wel tof, want toen ik begon op te treden, toen werden deze mensen geboren. Ik begon in 1995 op te treden. Dat is dan wel heel bijzonder, maar wat vind je van de locatie zo? Oh, leuk. Ik vind het een leuk huis en een mooie omgeving. En Tilburg is wel een leuke stad, vooral de Reeshof. Ja, want waarom is de Reeshof zo leuk? Het oude koetshuis. Stop de Wat vond je er nou van? Ja, heel vet. Ja, heel vet. Heel raar en heel hard. Mijn oren doen een beetje pijn nu. Dus. Ik vond het gaaf. Ja. Wat vind je er gaaf aan? Ja, lekker ontspannen. Gewoon na een dag hard werken. Ja, dan is het heerlijk om te ontspannen natuurlijk. Hoe ben je hier terecht gekomen, in godsnaam? In met de auto. Wat vind je er zo tof aan? Ja, Stukafest. Ja, dat je op alle kamers iets anders kan zien en dat het zo intiem is. Net zoals hier, hij staat gewoon voor je neus en hij speelt gewoon en iedereen, ja, het is een super losse sfeer. En dit is natuurlijk iets waar je normaal niet naartoe zou zijn gegaan, of wel? Hoezo? Normaal niet. Ja, weet ik niet. Jawel. Ja. Ja. Wat maakt Stukafest nou zo bijzonder? Nou, ik denk voornamelijk omdat studentenkamers in één keer worden omgetoverd tot poppodiums. En dat zoveel culturele genres gewoon komen op één avond. Waar mensen gewoon een heel groot variété kunnen bezoeken. En het is gewoon hartstikke leuk, gezellig en heel laagdrempelig, wat het zo fijn maakt.